hebben een volgende volgende van Rosette en Slot. De vierde leiding gaat. Daar komt ons dat nummer 7 voor het kapitein van Bakker aan de loodsen. Daarachter is het dat nummer 1. Dat is dat nummer 21 Pieter Poonsma. En daar komt Stefan Bakker die hier naar tweede positie kruist. Dan is het de stad nummer 99 Tommy Kruis. Dan krijgen we de stad nummer 99. Maar goed, met 7 gevolgen, dat is steeds hier aan de leiding. Roberto Slot, die wordt nu door twee maal voorbij gestoven door een fijn tuinhoud. Laatste ronde, we zullen het zien. Wat gaan die twee man die de boel van Stefan Bakker daaruit trekken? Ja, en dat is toch plekken, jongen. Daarachter is het Romy Hamminga, ja, Paradere in derde positie, samen met Lia Bokker, Evelien Koopman, Lichten van Keunen, voor de Vrijstraat is de stappen nog over de maar nog goed, dan de stappen nog over de meer verder aan. Romy Hamminga, Lia Bokker, die hier naar de afstand komt, Anton Westerman. Ja, en dan gaan we twee man door. En dat is een hele goede start voor de 77 van het Bettelslot. Daarachter is het een 44 van Bessel. En ja, we hebben gelijk al een nieuwe tweede man. De nummer 1 is Michel Westerman. Dan is het de nummer 21 Pieter Poosma. Daarachter is het de stad nummer 9, Ruben Marinier. Dan de 46. We gaan het zien, maar Roberto Slot, hier aan de leiding in de kooffinale. Dan de stad nummer 1, Michel Mosterman. Laatste ronde. Roberto Slot, Michel Mosterman, Pieter Poosma. Dan is het de stad nummer 9 van Ruben Jardinier, Leon Meijering. Dan is het de en dan is het 88 van. Hij hielp hem even mee, zag je dat? Ja, even mee hem lopen, even ja. Druk. Niks, 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 pruddel, jongen. Stop stillen. Ah!
vouwen. Boegjes hebben er geen zin meer aan. Eentje doet het nog. Het is de 21 Karim Bieverrood, dan is het Aram Schokker en daarachter Erik Nammersma. We gaan het zien. Karim die gelijk een stukje wegrijdt. Karim, Aram en dan Erik. We gaan het zien, gaat hij hier nog wat veranderen in dat veld?
Maar nog steeds, hier aan de leiding,